Hoe ik mijn angst voor spreken in het openbaar heb overwonnen. Als je mij 8 jaar geleden had gezien, dan had je nooit gedacht dat ik vandaag de dag 100 presentaties per jaar zou geven en dat ik er ook nog intens van geniet. Want 8 jaar geleden voelde ik mezelf verlegen. Als ik het gevoel had dat ik een presentatie moest geven, dan wilde ik het liefst door de grond heen zakken. En ik had me nooit kunnen voorstellen dat ik vandaag de dag zou genieten van het geven van presentaties en het inspireren van mensen en het geven van trainingen. Hoe ben ik over die angst heen gekomen? Nou, 8 jaar geleden, toen voelde ik mezelf behoorlijk verlegen en de eerste ingang in persoonlijke ontwikkeling was voor mij op dat moment datingadvies. Het was namelijk zo, ik voelde mezelf zo verlegen dat ik geen idee had hoe ik überhaupt met het andere geslacht moest praten. Ik kreeg op een gegeven moment steeds meer interesse in mijn puberteit, in meisjes. Alleen, ik was zo verlegen dat ik dacht, daar ga ik niet aan beginnen. Nou, toen kreeg ik op een gegeven moment te horen over datingadvies en hoe je meer zelfvertrouwen kunt genereren en hoe je ook comfortabel kan zijn, ook met het andere geslacht. En daar verdiepte ik me in die tijd in en ik deed allerlei experimenten om mijn zelfvertrouwen te vergroten. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment midden op straat op een gegeven moment allerlei mensen een high five ging geven. Dat ik op een gegeven moment interviews heb gedaan midden op straat. Dat ik op een gegeven moment allerlei mensen ging vragen waar een bepaalde winkel was of hoe laat het was. Allerlei manieren om buiten mijn comfortzone te komen. Ik was constant bezig met iedere dag net eventjes iets doen om buiten mijn eigen comfortzone te komen. Om mijn eigen zelfvertrouwen op die manier te vergroten. En op een gegeven moment merkte ik inderdaad dat mijn zelfvertrouwen steeds groter was en dat ik me ineens veel comfortabeler voelde in mijn eigen lichaam en in mijn sociale omgevingen. En terwijl ik dat merkte, kreeg ik steeds vaker en steeds meer de behoefte om die boodschap door te geven. Om de gedachten van persoonlijke ontwikkeling door te geven. En ook andere mensen te helpen om meer uit hun leven te halen. Nou, in het begin was dat voor mij om dat datingadvies door te geven aan andere mannen. En het fascinerende was, toen ik dat begon te doen, toen begon plotseling die angst voor spreken in het openbaar echt op te komen. Want toen moest ik plotseling op het podium gaan staan en presentaties geven waarin ik mijn eigen ervaring vertelde en mezelf als autoriteit neer aan het zetten was om andere mannen daarmee te helpen. En toen merkte ik plotseling dat ook die angsten ineens naar voren kwamen. En dat ik plotseling merkte van, oh wauw, dit is spannend. Ik moet plotseling mijn verhaal doen. Ik word plotseling gezien als autoriteit hier. Of niet. Dat is nog een engere gedachte. Als mensen je misschien niet serieus nemen terwijl je op het podium staat. Dus er kwamen allerlei beperkende overtuigingen, allerlei emoties, allerlei angsten kwamen erbij kijken. En uiteindelijk, wat ik al had geleerd door elke dag iets te doen waar ik bang voor was, is dat uiteindelijk je lichaam went aan alles. En ik wist dat als ik dit eenmaal vaak genoeg zou doen, dat ik dan vanzelf over die angst heen zou gaan. Dus wat ik op een gegeven moment besloot te doen, was elke week een presentatie geven. En ik was dan de hele week bezig met het voorbereiden van die presentatie, het uitschrijven van die presentatie, het oefenen van die presentatie. En uiteindelijk in het begin kwamen er soms maar 1 of 2 mensen op zo'n presentatie af. Alleen ik kreeg wel voortdurend oefening. Ik was wel voortdurend in staat om steeds meer ermee aan de slag te gaan, steeds meer te oefenen en mijn boodschap steeds meer bij te schaven. En, nog belangrijker dan dat, steeds meer zelfvertrouwen te genereren in het spreken in het openbaar. En ik heb ook een aantal andere video's gemaakt over een aantal tips bij angst voor spreken in het openbaar. Dus ik zou je zeker ook willen aanraden om ook die video's te bekijken. Alleen de belangrijkste les uit mijn eigen ervaring uit die tijd is dat ik gewoon voor mezelf echt de boodschap meenam van ik weet zeker dat als ik het vaak genoeg doe, dat vanzelf die angst steeds minder en minder wordt. En natuurlijk, er zijn een heleboel manieren om dat proces te versnellen en sneller van die angst af te komen. Alleen uiteindelijk ervaring, als je op een gegeven moment elke week een presentatie geeft, op een gegeven moment na een paar jaar begon ik soms elke dag presentaties te geven. Op het moment dat je dat doet, dan wordt het steeds makkelijker voor je. Hoe ik mezelf uitdaagde was onder andere dit soort video's. Een aantal jaar geleden gaf ik heel veel van dit soort video's. Maakte ik bijvoorbeeld in openbare ruimtes, bijvoorbeeld midden in een winkelstraat, zodat ik wist van, hey, in één keer zijn er mensen naar me aan het kijken terwijl ik een presentatie geef, terwijl ik mijn boodschap vertel. En moet ik mezelf niet laten afleiden door alle ogen die plotseling op mij gericht zijn. Er zijn allerlei manieren die je kan gebruiken om buiten je eigen comfortzone te stappen, over die angst heen te stappen en uiteindelijk de presentaties te geven.
Nou, ik zal je een aantal andere video's daarna linken, ook in de beschrijving hieronder, zodat je de volgende stap kan nemen en uiteindelijk erachter kan komen hoe je ook jouw angst voor spreken in het openbaar zo effectief mogelijk kan overwinnen. Ik wens je daar bij deze heel veel succes en heel veel plezier mee. En we spreken elkaar in een andere video. Ciao!